Yo, JiaNan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 MyTeam Career Mode voor aflevering nummer 64 alweer hier in Rusland. De vorige wedstrijd in Italië verliep uitstekend. We werden constructeurskampioen voor de tweede keer in onze carrière. Ook voor de tweede keer achtereenvolgend, namelijk dat we constructeurskampioen zijn geworden. Vandaag in Rusland kunnen wij ook wereldkampioen worden bij de coureurs. Dan pakken we onze, als ik dat goed zeg, derde titel achter elkaar. Dus sinds seizoen 2 is het alleen maar ons geworden. Nog steeds regulatieverandering. Daar zijn we gewoon mee bezig om alles ervoor te zorgen dat alles beveiligd is. Omdat ja, bij een regulatieverandering, ja, dan moet je dit wel doen. Anders verlies je gewoon je momentum. En dat is gewoon zonde. We hebben wat geld en gaan dus wat dingen kopen, want het contract met Max is gewoon door het einde van het seizoen verlengd. Nog even kijken. Jazeker. En de vorige wedstrijd verliep dus goed. We werden eerste sinds de Grote Prijs van België weer gewonnen. Dus een wedstrijd niet gewonnen. Opvallend, we hebben tot nu toe alle grote prijzen als team wel gewonnen. Dus waar ik als tweede werd, met Max eerste of derde. Dus toen ik als derde of tweede eindigde Max dus als eerste. Maar goed, lang verhaal kort. We kunnen vandaag dus gewoon mooi coureurskampioen worden. Wat we daarvoor nodig hebben, we moeten gewoon de race winnen. En hopen dat Max, ja, I don't know, misschien niet in de punten finisht. Maar eerst de kwalificatie voor de grote prijs van Sochi, hier in Rusland. Lekker een track limits gepakt al in Q1, maar dat is geen probleem, want die telt eigenlijk niet mee. De broodjes zijn hier wel hoog, dus ja, het is wat werken met de auto. DRS-zone geopend, jazeker, een heel lang rechtstuk. En ik ga er maar vanuit dat Verstappen hier een uitstekende run kan hebben als hij op P1 of P2 start. Komen aan bij de laatste paar bochten, weer zo'n broodje geraakt. Ja, die zijn hier gewoon heel irritant. En wij rijden een 1.28.2. Ik wou een 1.27 zeggen. Het is toch een 1.28.2 geworden. Leclerc op 2, Sainz 3, Gasly 4 en Bottas 5. Dan Q2. Een fout bij het elektronisch systeem. Dat duurt dus ongeveer 2 minuutjes. Right, a little bit of an electrical problem at the moment. We're working on it now, so don't worry. We're going to get you out there as soon as possible. Dus een probleem, dat heeft dus wat tijd nodig om dat te repareren. We gaan sowieso proberen om op die medium band te laten kwalificeren. Terwijl het nog ongeveer minder dan 2 minuten is. Ik ben ook benieuwd wat Verstappen gaat doen. Gaat hij ook op die medium band verder? Of gaat hij het op de soft banden proberen? Hij is er nog niet naar buiten. Een aantal rijders gaan wel naar buiten, zie ik. En nog ongeveer 1,5 minuut wachten totdat dit probleem is opgelost. En dan kunnen we onze run gaan noteren op die mediumband. Het zou wel eens een strategische keuze kunnen gaan zijn voor ons. Dat probleem is dus inmiddels verholpen en we zijn dus op de baan beland. In Q2 op die medium compound. Dus we moeten hier gewoon alles geven. Waarom? Kijk maar, Norris staat al 8e en staat ook op die mediumband. Dus Norris moet sowieso nog een keer naar buiten. Wij staan dus op P11 met nog geen tijd neergezet. Norris dus naar buiten geduwd. En wij komen, terwijl wij daar een broodje raken, op P3 op 2/10 van Gasly. Voorlopig is het veilig. Inmiddels P5 geworden. En dus ga ik er gewoon uit op die softbanden om ervoor te zorgen dat we er zeker staan. Verstappen staat volgens mij op een P11. Als ik dat goed zeg, weet ik niet zeker. Paars in sector 1 en 2. We staan op P11. En we moeten hier gewoon alles geven. En we zijn mooi door naar Q3, het laatste kwalificatiedeel. hier in Rusland. Er is nog ongeveer een minuut te gaan. Ik heb gewacht tot het allerlaatste moment om vrij baan te hebben, om een verse set softbanden tot mijn beschikking te krijgen. En gaan hier aanzetten en voor onze laatste keer kwalificeren hier in Rusland voor Q3. Kijken of wij naar de pole position kunnen komen. Het zou vet zijn. Ik ben ook benieuwd waar Verstappen staat. De vlag hangt uit, krijgen een track limits aan onze broek, maar dat is geen probleem. Het ziet er wel een klein beetje te wijd, maar pakken hier pole position. Jazeker, de bevestiging van Jeff is echt, we pakken pole position hier in Rusland. En Verstappen op plek 2, minder dan 2 tienden, dus hij zit er wel bij. En dat gat naar Bottas is al groot, 16e gewoon. Dus wij zijn gewoon vele malen sneller dan de rest van het veld. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 64 van F1 2021 MyTeam Carrière Mode. Welcome one and all to today's Grand Prix here in southern Russia. A beautiful location besides the Black Sea and a race that has historically been dominated by the Silver Arrows. Mercedes have won here 6 times since the first race in 2014. Can someone else muscle in on that record here today? Situated just 3 miles from the Georgian border, the 3.6 mile Sochi Autodrome has 2 notable overtaking opportunities into turn 1 and then turn 13. 18 corners in total here, 12 to the right and 6 to the left, and it's an average lap speed of around 130 miles per hour. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Sainz, Charles Leclerc and Russell, Gasly, Norris, Hamilton and Antonio Giovinazzi, Ricardo, Perez, Esteban Ocon and Tsunoda, Armstrong, Stroll, Callum Islet and Mick Schumacher, Latifi, Lundgaard, Mazepin and Guangyu Zhou. Which of these talented drivers will come out on top today? Dan zijn we aanbeland bij de grid hier in Rusland. Soft, medium is de strategie. Nemen wat minder vuur mee om wat sneller te zijn bij de start. Verstappen staat aan de rechterkant, dus die heeft de kortere lijn. Daar moeten wij rekening gaan zien mee te houden. We gaan beginnen voor carrière aflevering 64 hier in Rusland. De lampen gaan aan voor de grote prijs. Wij starten op P1, Max op P2. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Verstappen is al beter weg. Raast ons gewoon voorbij. En heeft de leiding veroverd. Bottas naar P2, maar wordt daar een beetje tegen de muur aangeduwd. Heel close tussen mij en Valtteri. En dan vallen we hier Max terug aan. Er was een gat en we doken ervoor. Verstappen heeft zijn voorvleugel daarbij beschadigd geraakt. En dat gat is al 3 tiende. Richting 4 tiende geworden. Dit keer 5 tiende. Ja, 6 tiende. Verstappen heeft een probleem met zijn auto en moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. Hij gaat dus ver terugzakken. Jazeker, Max naar binnen voor een nieuwe neus. En we gaan ronde nummer 2 alweer in en wij noteren een 1.35.8. Sainz op P2, dat gat is 15e ongeveer. Bottas zit daar 19e achter. Dus 15e van Sainz naar Bottas. En wij moeten nu gewoon pushen als een gek. Hier, herhaling van Max. Die kwam gewoon veel beter weg. Jazeker, afknijpen had al geen zin meer. Max raasde ons voorbij. En zo had hij kort de leiding veroverd. Dan doet hij dit hier niet slim om die binnenkant te verdedigen. Dat doet hij niet. En wij zien hier een kans en gaan ervoor. Het is een touché. En daardoor beschadigt Max zijn voorvleugel. En moet hij naar binnen. Zit er een klein beetje door in ronde nummer 3. En Sainz zit daar te kijken. Maar kan daar niet voorbij. Dit keer aan de buitenkant kijken. Lukt ook niet. En Sainz heeft de snelste raceronde. Die er naar die binnenkant proberen. Dat lukt Sainz, maar hij weet die aanval net niet te doorzetten. En valt terug tot achter Charles Leclerc. Russell naar P5. Waar rijdt Lewis Hamilton? Geen flauw idee. Bottas dus op P2. Dat gat is ongeveer 3/10, 2/10. En wij noteren rood in sector 1. Zijn 18e langzame komt door dat gevecht met Sainz en Bottas. En zo meteen kan Valtteri kijken. Het gat is 3/10 ongeveer. En we zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Als dit keer Charles Leclerc naar P2 is gegaan. Kijkt daar naar de buitenkant, maar kan die aanval net niet doorzetten. Moet daar even liften. Wij gaan die binnenkant hier blokkeren. Gaan terug naar de racelijn. En Leclerc zit daar aan die binnenkant. Maar skipt gewoon volledig die bocht nummer 2. En krijgt daar geen straf voor. Interessant. Misschien een waarschuwing vanwege track limits overschrijden. En Max Verstappen noteren 1:32,6. Verstappen is naar de snelste raceronde op dit moment. Leclerc kijkt in ronde nummer 4. Maar gaat hier gewoon op de rem staan. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Dan doen wij dit uit agressie. Omdat wij laten merken dat we daar niet van gediend zijn. Bottas duwen wij volledig wijd. En Leclerc terug op P3. We zitten in ronde nummer 5. Als dat gat naar Valtteri Bottas minder dan 2/10 is. Hij kijkt naar de buitenkant. Maar zet die aanval ook niet echt door. En dan duwen wij hem daar gewoon mooi wijd. En Sainz dit keer naar P2. Leclerc naar binnen. Ik weet niet waarvoor. Ik denk een nieuwe neus. En hij valt dus achter Verstappen terug. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Als Carlos Sainz dit keer in mijn slipstream zit, heeft ook DRS beschikbaar. Maar kan er niet voorbij. Nee, Sainz kan er niet voorbij. Leclerc dus achter Verstappen terecht te komen. Wij moeten ook naar binnen voor, ik denk, een nieuwe neus. Want ik heb last gewoon van downforce verlies. De downforce is weg aan het gaan. En dat kan maar één ding betekenen. Of de banden zijn eraan, maar dat geloof ik niet. Of we hebben een voorvleugelprobleem. En we hebben ook een voorvleugelprobleem. Want in ronde nummer 12 gaan wij naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Medium banden eronder gezet. Krijg de auto mooi afgeremd. Jazeker. En de pitstop gaat wat langer duren vanwege die nieuwe neus. Ongeveer, wat is het, 12 seconden erover denk ik. Of 11 of 10. Ik moet even kijken wat de pitstop wordt. We komen in ieder geval achter die jongens die al hebben gestopt. Die een undercut hebben gedaan op mij. Daar komen wij dus achter terecht. Wat wordt de pitstop? Die is wat aan de langzame kant vanwege die nieuwe neus. 10 seconden. En we komen zelfs achter Lando Norris terecht. Dus Bottas heeft die overcut gehaald. Gasly dus ook. En komen terug op P9. Achter George Russell. En voor Antonio Giovinazzi. En nog 14 rondes te gaan. Dus we zitten als het ware op de helft van de grote prijs. Daar hebben wij dan George Russell. DRS geopend. De Alpine is snel op de exit. Maar dan pakken wij hem hier mooi met de slipstream en de DRS. En pakken ook gelijk Norris. Want ik weet niet wat er met Norris aan de hand is. Maar die remt daar gewoon extreem vroeg. Raar. Raar. Raar wat er allemaal gebeurt hier in Rusland. Maar Russell heeft dus mooi meegeprofiteerd. Gasly is de volgende. Op P5. We zitten aan de binnenkant. En Gasly gooit daar die deur in één keer dicht. Maar wij vinden daar ruimte. En dat is P5. De volgende heet dan Valtteri Bottas. Die op P4 rijdt. Leclerc moet nog een keer naar binnen. Hetzelfde geldt voor de beide Williamsen van Armstrong en Eilert. Dus wij rijden eigenlijk op P2. In ronde nummer 15 van de wedstrijd. Gasly dus op P6. Russell op P7. En wij noteren de snelste raceronde met een 1:30,3. Snelste raceronde op dit moment. En Bottas verdedigt die binnenkant zometeen. Jazeker, we kijken naar de buitenkant. Bottas blokkeert flink zijn banden. En kruist hier mooi achterlangs. Als dat gaat hebben we hem hier op de exit. Maar dan heeft Bottas hier de ideale lijn. En zit er nog voor. Wij zijn teruggewezen naar P5. Maar vallen hier Bottas mooi aan. Laten hem wijd lopen. En dat is dit keer officieel P4. En we rijden aan de leiding. Waarom? Leclerc is naar binnen geweest voor zijn laatste pitstop van de dag. Gasly op P2. Geel in sector 1. Vanwege een Mercedes. Denk ik. Van Bottas. Bottas weg in de grote prijs. Geen podium voor de Finn. Dat is dus uitvallig nummer 1 in deze grote prijs. Hij komt best wel laat. Maar goed, het is wat het is. Aan boord bij de Finn. Ja, een probleem met de motor. Wou naar Gasly toe rijden. En dat betekent einde wedstrijd helaas voor Valtteri Bottas. Wat geen einde is, is het wereldkampioenschap. Verstappen is niet in de punten gefinished. En volgens mij betekent dat dat wij officieel drievoudig wereldkampioen zijn. Beide coureurs evenaren Ayrton Senna. En gaan op naar onze vierde titel in seizoen 5. Jeff bevestigt het ook. Fantastisch. Guangyu Zhou krijgt driver of the day. En wat een spectaculaire grote prijs is dit. Maar het wereldkampioenschap is binnen. Ik zou zeggen, op naar volgend seizoen. Another entry added to that prestigious list of the sport's most incredible drivers. That's a spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de grote prijs van Rusland. Pakken ook tot snel het racepunt. Pierre Gasly naar het podium. Sinds de grote prijs van Frankrijk. Russell naar het podium voor Alpine. Norris op P4. Giovinazzi 5. Sainz 6. Hamilton 7. Perez 8. Yuki Tsunoda P9. En Guangyu Zhou op P10. Wij zijn dus ook officieel coureurskampioen geworden. Hebben dus de dubbel gepakt hier in Rusland. Uitstekend werk. Eén uitvaller, Valtteri Bottas in ronde nummer 24. Verstappen dus niet naar de punten gefinished vanwege die botsing met mij. En ik denk dat hij daar wel gaat van balen. En iedereen binnen de raceafstand gefinished. 144 punten verschil naar Verstappen en 211 punten verschil naar Mercedes, als ik dat goed zeg. Rivaliteit breekt daar met mezelf en Valtteri Bottas. Dus wij alles gepakt. Bottas niks gepakt. Dus dat is goed. Het teamaclaim is gewoon steady. Zoals altijd. Level 227. XQC. 88%. Dus ja, dat doen we goed. Sponsoren. Eentje niet gepakt. We hebben onze rivaal niet verslagen tijdens de wedstrijd. Dat vind ik gek. Want we werden als eerste afgevraagd, dus dan zou je verwachten dat we hem hebben verslagen, maar de game zegt van niet. Wat geld hem is gelopen, maar het is geen probleem. In totaal $33,39 miljoen op de bank. Dat kunnen we gaan spenderen aan het contract van Max aan het einde van het seizoen. Misschien gaan we hem verlengen, misschien ook niet. Dat is maar de vraag. En faciliteiten of alle andere dingen. Het is maar net waar we het voor nodig hebben. Dus dan zou ik zeggen, dit was het JiaNan, mensen. Ik ga de video afronden. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, bedankt dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer gewoon even. Als je nieuw bent, het zou leuk zijn. Waarom? Ja, nieuwe kijkers zijn altijd welkom. En ja, vind jij hier nou, dat dit wat bij je past. F1 2021, ja, het is gewoon vet. Formule 1 is gewoon altijd mijn passie geweest. En dat heb ik gewoon hiervan dit gemaakt. Dus steun me gewoon, abonneer even. Het is helemaal gratis, kost niks. Volg me even op de sociale media. JiaNan Schraven op Instagram, Twitter en Facebook. Het zou vet zijn om te communiceren met kijkers. Ik ga dit weer afronden, mensen. Dit was JiaNan, mensen. Tot volgende keer bij F1 2021 MyTeam Career Mode. Dan gaan we verder in Singapore. Tot ziens.